Goed. Waarvoor ik jullie even tot hier heb laten komen. Jullie weten dat wij in Lier al een hele tijd wat experimenteren met biologische slipbehandeling. Dat was toen dat we er in 2015 mee starten, was dat een heel nieuw gegeven. Gebeurde eigenlijk bijna nergens. Er waren een aantal uitzonderingen waar dan men al aan de slag ging. Om ervoor te zorgen dat het slip dat bijvoorbeeld in deze stadspark Vijver zit, dat kan worden aangepakt. Want als je dat met een kraan moet gaan doen en helemaal moet gaan leegladen, dat wil zeggen dat je ongeveer heel het park zou kapotrijden. Als je dat doet bijvoorbeeld aan de andere kant van de binnenneet, aan het spui, ja, daar zijn heel grote werken voor nodig om dat slip te kunnen uithalen. Dus hebben wij samengewerkt met de mensen van Hydrabel, die een product hebben waar bacteriën op zitten. Dat wordt in het water gestrooid en op die manier gaat over een periode van 18 maanden dat slip worden afgebroken. We hebben daar nu twee projecten volledig van afgewerkt. Zijnde, we hebben het eerste stuk gedaan aan het spuihuis, aan de binnenneet. Het tweede stuk is hier achter ons op het stadspark. En vandaag hebben we dus van die twee projecten ook al de volledige resultaten van wat dat nu heeft gegeven op die 18 maanden. Dit is de manier waarop dat is verlopen aan het spuihuis. Namelijk, dit was de slipkolom helemaal in het begin. Het was een serieus pak slip van bijna een meter dik, dat er eigenlijk in die binnenneten lag. Met als gevolg dat onder andere de bootvissers niet meer konden varen tot aan het spuihuis, wat ze toch heel graag willen om de mensen dat te laten zien. En door een aantal behandelingen toe te passen, is dat slip kunnen dalen en zien we dat we eigenlijk een resultaat bereiken dat ongeveer de helft is van wat dat er oorspronkelijk in zat. Als je dat allemaal gaat meerekenen, dan gaat dat over bijna 2800 kubieke meter aan slip dat er op die manier is uitgehaald en dat we dus hebben kunnen verwerken en dat niet moest worden afgevoerd. Daar zitten natuurlijk wat verschillen op, want men is ook heel gedetailleerd gaan meten waar dat slip nu eigenlijk het meeste is verdwenen en dergelijke meer. Men heeft op dat traject een aantal lijnen getrokken waarop men telkens vier keer is gaan meten wat is nu die juiste sliphoogte en hoe ziet dat eruit. En dan zie je dat afhankelijk van waar het is, dat het slip meer of minder verminderd is. Er zijn een aantal stukken waar het echt drastisch is. Er zijn natuurlijk een aantal stukken, en dit is de kant tegen het spuihuis, waar dat je ziet dat wel verminderd is, maar in veel mindere mate dan op andere plaatsen. Het eerste grote project dat we daar rond hebben gedaan. We hebben dat ook hier de stadsparkvijver toegepast, omdat we ook hier tot de vaststelling kwamen dat er eigenlijk minder en minder water in onze vijver stond. De vijver is afhankelijk van de diepte. Zit je daar met een pakket slip bovenop de vaste bodem. En die bodem die varieert een beetje. Dat gaat op sommige plaatsen tot 1,80 meter diep. En dan zie je ook dat met de drie behandelingen, het is elke keer gearceerd waar dat de behandeling heeft plaatsgevonden, dat we dat hebben kunnen afbouwen en dat altijd wat sneller gaat wanneer dat het er een zomer is geweest dan wanneer het in de winter zit, want ook die beestjes die houden zich wat kalmer in het winterseizoen. Om daar nu een beetje een beeld van te geven hoe dat is gelopen in deze vijver. Men heeft op heel veel plaatsen gaan meten. Er zijn 69 meetpunten geweest waar men is gaan kijken, vier keer, hoeveel slip staat er nu, hoeveel water staat er nu. Maar om het een beetje bevattelijk te maken, want als ik jullie 69 keer 4 meter resultaten ga laten zien, dan zal dat een heel moeilijke zaak zijn om daaraan uit te kunnen. Hebben we hier een lijn opgetrokken. Dat is eigenlijk de lijn die komt van de hele andere kant van de vijver. Die wordt doorgetrokken ongeveer tot hier in het midden. Om een beetje te gaan kijken op die punten, wat gebeurt er nu met dat slip en hoe ziet dat eruit? Dit was het begin. Ik heb gemakkelijkheidshalve het water blauw gekleurd en het slip dat spreekt voor zich. En dan zien jullie dat de diepte van die vijver, ja, dat is toch even toch een klein congres aan te pas gekomen. Dan zien jullie dat de diepte van die vijver over heel dat traject heel sterk varieert. Maar dat ook de hoogte van dat slip eigenlijk heel anders is. Ik denk dat deze kant dat ongeveer hiervoor is. Dat is het punt waar dat het meeste slip altijd terechtkomt. Hoe dat juist komt, dat kan ik eigenlijk niet helemaal verklaren. En in jullie presentatie zullen jullie ook zien wat dat er bij de tweede en de derde meting is gebeurd. Maar ik ga ineens naar de vierde meting springen, aangezien dat ik maar twee handen heb.
En dan krijg je eigenlijk dit resultaat. En dan zie je dat we hier in het stadspark, er zijn niet geslaagd om meer dan 57% van dat slip er eigenlijk uit te krijgen. Wat maakt dat op dit moment natuurlijk die vijver terug gezond is en dat daar terug wat meer leven in zit. Dat er ook wat meer water is voor... er zal ook nog wel wat vis op zitten, maar het zal vooral voor de eenden zijn die hier geniet van hebben. Omdat door deze ingreep maakt het ook dat de kans op botulisme bij die eenden dat ook afneemt. Hè? Dat de eenden minder gemakkelijk ziek worden en dergelijke meer. En op die manier hopen we natuurlijk dat we een gezondere vijver overhouden. Wat wel een zaak is, is dat we elke herfst te maken krijgen met nieuw bladval. Zoals jullie zien, de bomen staan hier heel kort bij die stadsparkvijver. En dus gaan we dat goed in de oog moeten houden hoe dat in de toekomst verder zal verlopen. Maar het voordeel van dit product is dat het niet alleen die 18 maanden werkt, maar dat nadien ook blijft verder werken. Er zijn een aantal gevallen. Er is in Nederland heeft men al jaren geleden een proef gedaan. En dan komt men tot de conclusie dat men nu, 3-4 jaar later, al aan een slipvermindering van 75% zit, hoewel dat men na de normale behandeling maar aan 50 zat. Dus dat blijft nog een hele tijd doorwerken om op die manier ervoor te zorgen dat we een gezondere vijver overhouden. Maar daar stoppen we voorlopig niet mee. Aangezien dat we onlangs hebben we ervoor gekozen om het stuk dat net aan de andere kant ligt, dus het laatste stuk van de binnenneten, om dat ook te behandelen. Daar is de eerste behandeling denk ik in september plaatsgevonden. Dus als alles goed gaat, dan kunnen we daar binnen 18 maanden ook een gelijkaardig resultaat voorleggen. En dan zouden we tot de vaststelling moeten komen dat ook daar ongeveer 50% van het slip is verdwenen. Momenteel staat daar een meter slip bovenop de grond. De bedoeling is dat daar dus liefst minstens en als het kan nog wat meer dan 50 centimeter bijkomend eraf gaat. Dat heeft als voordeel dat wij onze binnenneten kunnen gebruiken om regenwater te gaan opvangen. Vandaag is het zo dat de nieuwe rioleringen die in de stad worden aangelegd, het regenwater daarvan, dat komt terecht in onze binnenneten. Om op die manier verder te worden afgevoerd. Als we meer ruimte hebben voor water, wil dat zeggen dat we daar ook wat mee kunnen gaan spelen. Als er veel regen wordt verwacht, kunnen we dat peil van die binnenneten wat gaan verlagen en dan kunnen we dat perfect opvangen. Om op die manier ervoor te zorgen dat we geen overstromingen krijgen in Lier. En dat we op die manier op een goede manier met dat water weg kunnen. Wat soms af en toe toch nog een probleem is. Zeker de kans is natuurlijk wel dat je na een tiental jaar gaat zeggen van ja, misschien moeten wij opnieuw een behandeling gaan doen met dat product. Om dat terug onder controle te krijgen. Op zich is dat ook niet zo heel erg. Aangezien dat de kostprijs van dat product eigenlijk relatief goed meevalt. We hebben op een gegeven moment een offerte gevraagd. Gedaan voor dat laatste stuk van de binnenneten om dat met een kraan leeg te graven. En we kwamen een heel eind boven de 100.000 euro uit. Met dit product zat het, dacht ik, rond de 20.000. Dus het is een heel ander gegeven, zeker omdat het zo lang blijft doorwerken. Water die stilstaan of niet? Want... In principe kan het ook voor bewegend water, maar dat is wat moeilijker. Want je moet kijken dat het product natuurlijk niet gaat wegspoelen en dergelijke meer. De binnenneten, daar zit een klein beetje verval op, dus daar beweegt wel wat water, maar nu ook niet de grote deel. Waarom is dat dan eerst? Er zijn er. Ik heb nog eens op de website gezien aan de referentie. Het mag normaal volgens werken niet, maar dat is niet.